technisch directeur Henry van der Vecht. Zojuist is bekend geworden dat Darryl Lachman de selectie van Cambuur komt versterken. Daar ben je zeer blij mee, denk ik. Ik ben er heel blij mee, ja. Ja, het heeft even moeten duren, maar uiteindelijk is het gelukt. En ja, dat is denk ik een uitstekende versterking voor ons. Wat voegt hij toe aan de selectie? Ja, verdedigende kwaliteiten die we zochten, omdat we daar in die laatste lijn behoorlijk wat mensen missen. En ja, hij is natuurlijk een jongen met veel ervaring in de Eredivisie. Heeft laten zien dat hij sterk is, goed kan voetballen. Dat zijn toch allemaal wel elementen die we graag in ons spel zien. Lachman komt vanavond nog naar Portugal. Het trainingskamp loopt nog 2 dagen hier. Waarom is het zo belangrijk dat hij er nu nog bij komt hier? Ja, ik denk dat het, wij vinden allemaal dat het eigenlijk, ook al is het misschien maar een dag dat hij er bij de groep is. Maar hij valt wel gelijk midden in een hechte groep. En ja, je kunt hier niet weg. Dus het is heel gelijk met elkaar optrekken. En nou, wij vonden dat wel belangrijk voor het hele groepsproces. En ook om te laten zien van we willen hem heel graag hebben. We nemen dat voor lief dat hij dan even lang moet reizen. Maar hij wil er zelf ook ongelooflijk graag bij zijn. Hij heeft, heeft ook lang moeten wachten. Het hele proces heeft wat lang geduurd. Dat heb je wel eens met dit soort overgang. Maar ja, dus hij zei van, dat is geen probleem, ik kom graag. De supporters van Cambuur die kennen Lachman waarschijnlijk nog van zijn jaren bij PEC Zwolle en FC Twente. Wat voor type speler is hij? Terrel is een grote, sterke, snelle verdediger. En die daarnaast ook nog goed kan voetballen. Die een beetje het spel wel heeft wat Etienne Rijn hier ook had. Die een paas kan uitstellen naar het middenveld, die zelf op het middenveld kan komen. Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk dat hij goed kan verdedigen. En daar hebben we in eerste instantie voor gehaald. Hoe reageerde hij zelf op het feit dat het nu eindelijk rond is? Hij was ongelooflijk opgelucht. En enorm blij dat hij weer op dit niveau kan gaan voetballen. Hij heeft wel zijn ritme gehad, ook in het spelen in Engeland. Maar dan met het belofteteam. Dus hij is heel blij dat hij weer op dit niveau kan spelen, ja.